De streten midden in Wout zijn hong juster nog vol met oranje vlagjes. Ze zijn haast alle keer voorthellen, want het dorp is net in een feeststemming. Iedereen praat met elkaar, men zoekt elkaar op in de kroeg, in de supermarkt, op het dorpsplein, in winkeltjes. Men belt met elkaar. Het is één geroezemoes. En de een weet dan weer meer dan de ander. Ja, totdat het helemaal duidelijk is en dan valt er een soort stilte. De oorzaak van de explosie in Italië wordt nog onderzocht. Gewoon media melden dat een gaslek naar alle gedachten de oorzaak west had. In het huis zouden gasflessen broekt werden en een ervan het mogelijk lekt. Door het drama in Italië binnen in Wout zijn alle feestelijkheden die het op het programma stien na zijn. De dorpsfeesten die stonden gepland voor volgende week vrijdag, zaterdag, zondag. Notabene met het thema Italië, wranger kan het bijna niet. Daar heeft de Oranje Vereniging gisteravond besloten om die helemaal niet door te laten gaan. Ik bied de Karmeltjerke binnen zijn boot onslijn. Wel moet in Bernardo haar zoontje Jeffelien hier nog dopen letten. De kerk is morgen en oren morgen extra iepen. Vanaf 12 uur kan mensen je binnenrennen en kan mensen een condoleanceregister teken je en iedere gelegenheid om een kerstje om te steken en verder om je gewoon te wijzen, om aan elkaar even stil te wijzen, om aan elkaar even te praten, even stil te zitten, gewoon even om het op je inwerkje te letten. Want de explosie in Italië wie groot, maar hierin wat zijn, ieder minstens zo groot, denk ik.